met mij. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En in vandaags video ga ik het hebben over online coaching. Een tijdje geleden heb ik op mijn stream samen met Luno en Nikki aangekondigd dat ik ga beginnen met online coaching. Samen dus met Kracht Personal Training. Maar voordat ik alles uit ga leggen, wil ik eventjes jullie bedanken voor alle positieve feedback die ik heb gekregen op mijn nieuwe mutsencollectie. Ik ben echt heel erg blij en ik hoor echt alleen maar lofuitingen van de mensen die hem hebben ontvangen. En ja, ik ben gewoon zo dankbaar dat het goed is opgenomen door jullie. En dat, ja, ik kan niet wachten om nog meer merch uit te brengen. Maar de mutsen zijn in ieder geval top. Heb je nou nog geen merch? Heb je nou nog geen beanie? Je kunt hem, nou ja, zolang je wil bestellen natuurlijk. Maar in januari heb ik ongeveer 5 euro korting. Dus mocht je twijfelen, haal hem in januari. Dan krijg je in ieder geval 5 euro korting. Dan gaan we nu door naar online coaching. Yes! Ik ben samen... Nee, wacht. We moeten even helemaal naar het begin gaan. Nikki is mijn vriendje, zoals jullie denk ik wel weten. En Luno en Nikki zijn in november hun personal training bedrijfje begonnen. Dus ze zijn voor zichzelf begonnen als een soort ZZP'ers met z'n tweeën. En met hun bedrijfje geven ze personal training in Health Center Culemborg. Dat is de sportschool in Culemborg. Maar ze hadden een beetje van, we willen meer mensen bereiken met wat we kunnen en met onze kennis. En toen kwam Nikki naar haar toe van, hey, vinden jouw volgers het eigenlijk niet leuk om misschien wat coaching te krijgen? En dat zou dan online coaching zijn. Toen heb ik na zitten denken en ik dacht, ja, ik vind online coaching vaak een beetje lastig. Online coaching is namelijk heel snel heel onpersoonlijk. En dat vind ik niet leuk aan online coaching. Dus ik zeg, ik zou wel met jullie samen willen werken hiermee. Maar dan moet het wel anders dan alle online coaches die er tot nu toe zijn. Oké, dus toen zijn we gaan brainstormen. Wat gaan we doen? Ik kijk trouwens hier naar beneden. Hier heb ik wat steekwoorden opgeschreven. Zodat ik niet dingen oversla. Maar ik zei, maar Nikki ging ook nadenken van wie willen wij targeten? Weet je? Er zijn zoveel mensen. Je moet toch een beslissing maken van wij gaan voor deze groep. Want wij denken dat daar nog geen goede online coaches zijn. Of ja, dit is gewoon de groep die ons het meest aanspreekt. Die dichtst bij ons ligt. Wat dacht je ervan als we online coaching beginnen voor Gamend Benelux? Ik zeg, dat vind ik echt een fantastisch idee. Er komen namelijk zo vaak mensen in mijn stream met vragen over fitness, over voeding, over afvallen, over aankomen, over gespierder worden. Echt, ja, noem het maar op. Iedere dag zijn er wel mensen die vragen stellen over alles eigenlijk wat te maken heeft met fitness en voeding. En ik wil heel graag die mensen helpen, maar door één ding te zeggen kan ik niet zorgen dat jij afvalt 5 kilo of 15 kilo of 25 kilo. Als voorbeeld, hè. Als je echt wil afvallen, dat je daar wat energie en tijd in moet steken. En dat gaat niet helpen door één ding dat ik zeg. Daarvoor zijn online coaches. En de buurvrouw zit hier naar binnen te kijken. Ik voel me al awkward. Tegen mijn camera aan praten. Maar mijn buurvrouw vindt het ook nog leuk om even helemaal hier naar binnen te kijken. Hi. Online coaches helpen je met je trainingsschema en advies bij voeding. En wat heel belangrijk is motivatie. Ik kreeg dus al heel veel vragen van jullie. En ik wil jullie ook heel graag helpen. Maar mijn fitnesscarrière of avontuur is eigenlijk gebaseerd op passie en heel veel motivatie. Maar niet zozeer op kennis. En dat is iets wat ik wel aan jullie wil geven, die kennis. Dus daar komen Nikki en Luno te pas. Zij hebben de kennis over fitness en voeding. En ja, zij hebben al heel veel succes behaald zelf. En ook mensen die ze gecoacht hebben in het verleden. Dat ik denk, weet je, dit is gewoon een match made in heaven. Ik ben daar om te motiveren, want dat vind ik super leuk. En Luno en Nikki zijn daar om te coachen op training en voedingvlakken. En ik ben daar om jullie te motiveren. Oh, daar komt de buurvrouw weer. Fijn. Oké, lang verhaal short. Online coaching is dus, wil jij heel graag jouw doelen behalen, maar lukt het niet in je eentje? Er zijn zoveel verhalen van mensen die in mijn chat komen. Want ik ben al anderhalf jaar bezig met afvallen, maar het lukt me niet. Of ik ben heel lang aan het proberen om meer spieren te krijgen, maar het lukt me niet. Kijk, je kunt natuurlijk het zelf allemaal gaan proberen en dan weer falen. Maar soms heb je gewoon het duwtje in je rug nodig
Voor de een is het diegene die eventjes iedere dag vraagt, hey, heb je al gesport? Of hey, wat heb je vandaag gedaan om beter te meer spieren te krijgen of om af te vallen? Of wat heb je vandaag laten staan? Of misschien voor sommigen is het om juist dat ze ervoor betalen, dat ze denken, ja, maar ik heb dit nu betaald, dus nu wil ik ook wel degelijk resultaat boeken. En dat iedereen heeft zo zijn eigen motivatie. En daar kunnen wij bij helpen. Dan moet je het vanuit jezelf wel echt willen. We hebben een paar dingen die misschien andere online coaches ook hebben. Maar wat niet andere online coaches hebben, is een Discord kanaal. En dat is heel specifiek bij ons. En daar lijkt mij ook super handig om daar heel veel contact te hebben en te motiveren. Want dat is gewoon één plek, zal ik maar zeggen, één huiskamer waar iedereen komt en waar je gewoon gezellig kan kletsen en motiveren, elkaar ook motiveren. Foto's delen, hoeft niet van jezelf, maar misschien van je eten of van een goed recept of een motivatiequote. Van alles, allemaal in die Discord kanaal. En eerst hadden wij besloten, we gaan dit Discord kanaal voor leden van online coaching alleen houden. Maar we hebben besloten om de Discord kanaal openbaar te maken. Dus iedereen kan in die Discord kanaal komen. Er zijn natuurlijk features in de Discord kanaal die alleen voor leden zijn. Maar toch dat stukje woonkamergevoel waar je je ervaringen kan delen en waar je elkaar kan motiveren. Dat willen we delen met heel Gamend Nederland. Ben jij nu een beetje aan het twijfelen of je online coaching gaat doen? Of ben je gewoon iemand die online coaching niet nodig heeft, maar wil wel graag hun dingen delen met andere gamers in de Benelux, hun trainingsschema's, voeding, whatever wat je wil. Kom dan vooral even naar de Discord kanaal. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten, dus daar kun je op klikken. En dan kun je gewoon joinen en je kunt je Twitch linken. Maar je kan ook zeggen, of je kunt er ook gewoon een los Discord account aanmaken. Het is helemaal niet moeilijk. En daar hebben we gewoon een overview waar iedereen bij elkaar komt. Met het Discord kanaal is eigenlijk de sky is the limit. Weet je, we kunnen kortingscodes daar delen voor iedereen. En adviezen, trainingsschema's, alles komt daarop. Daar kun je gewoon mee aan de slag. Dus dat is leuk voor iedereen. Link in de bio. Dan gaan we even naar het technische stukje van online coaching. Of het technische stukje. Er zit niet veel technisch aan hoor. Voor jullie niet. Voor jullie zit er niet veel technisch aan. Maar het werkt als volgt. Nikki en Luno hebben een app waar de online coaching aan gebonden is. Ik zal hem even in het scherm een screenshot maken. Dan heb je verschillende vlakjes. Activiteiten, workouts, kalender, rooster, club, lidmaatschap, voortgang, uitdagingen. Dit is het stukje trainingsschema. Hier kunnen Nikki en Luno trainingsschema's voor jou inzetten. Je hebt dan home. Dat is de home-bot. Dan heb je plan, prestatie, community, account. Jullie zijn gamers, jullie hebben al vaker apps gezien, neem ik aan. Het is gewoon eventjes kijken, rondneuzen in die app, waar alles staat, hoe je door te gebruiken, leer je het heel snel. Ik vind het echt een top app, het heeft echt super veel, het is super functioneel. In mijn agenda hou ik bij wat ik van activiteiten doe per dag. Dus vorige week heb ik personal training gehad, maar heb ik ook zelf getraind, heb ik getennist en dat kun je gewoon allemaal toevoegen eraan. Dat staat allemaal bij workouts en activiteiten. Kun je gewoon zoeken op spiergroep en materialen. Stel nou je hebt getennist, dan voer je in tennis. Nou, dan staat er tennis buiten enkelspel, tennis buiten dubbelspel, tafeltennis, tennis indoor. Echt van alles en zelfs Wii Sports tennis. Dus ja, het is echt heel uitgebreid. Dat is super handig om je training zelf bij te houden. Maar ook om je trainingen te krijgen van Nikki en Luno. Stel nou, je gaat naar de sportschool om een seated leg extension te doen. En maar je hebt geen idee wat het is. Dan staat er ook een plaatje bij. Ik zal het ook even laten zien. En dat laat ik even hier zien. Daar op dat plaatje kun je klikken. En dan doet hij ook de oefening, voert hij uit. Dus dan weet je precies welke oefening het is en welk apparaat daarbij hoort. Het mooie aan online coaching is en aan deze app is dat er heel veel oefeningen staan voor thuis. Dus mocht jij nou denken van ik wil niet naar de sportschool, dan maken we gewoon een trainingsschema voor jou om thuis te doen. Zodat je wel al je spieren traint en lekker beweegt. En dan kun je gewoon thuis je oefeningen doen. Misschien vind je het juist fijn om even je rug te trainen of wat oefeningen te doen tijdens het gamen. Als je bijvoorbeeld even een kwartiertje pauze neemt tijdens het gamen. En alles daarvan staat in die app. Ik vind het echt een top app. Ik heb nog nooit eerder zo'n... Ja, het is gewoon top. Het werkt gewoon goed. Het is heel leuk. De app daagt je ook uit met uitdagingen. Je kunt tegen andere mensen bijvoorbeeld heel veel lopen. Dat is dus een soort challenge met
heel veel mensen of juist met je community. Dus dat zou dan de Onze Kracht online coaching community zijn. Dan is er ook een voedingsapp. Nou, ik heb vandaag nog niks ingevoerd, dus dan ziet het er zo uit. Ik zal alweer even een screenshot maken. En daar kun je gewoon invoeren wat je allemaal eet op een dag, hoeveel je mag. Dat stellen je coaches natuurlijk in ten opzichte van jouw doelen. Dus wil je afvallen, dan zul je wat minder mogen eten dan als je juist wil aankomen. En daarin hou je gewoon bij. Ik denk dat het vooral in de eerste week heel belangrijk is dat je bijhoudt wat je eet. Zodat de coaches een idee krijgen van, hey, wat is jouw normale eetpatroon? En wat kan daar verbeterd aan worden, waardoor jij beter gaat, jouw doelen kan behalen. Ook in deze app staat echt van alles. En mocht jij nou zeggen, ik heb een eigen recept, dat staat er zeker niet in. Je kunt dus ook je eigen recepten maken. Ik heb volgens mij een Apple Crumble Black Blueberry gezet. En die heb ik dan ook gewoon Mattia genoemd, zodat ik hem altijd heel snel terug kan vinden. Ja, er zit ook een barcode scanner. Dus als jij bijvoorbeeld een reep hebt van deze reep bijvoorbeeld, de Coconut Choco. Dan kun je gewoon met de app de barcode scannen. En dan vindt hij in de app, dan zegt hij, hey, dit is de Coconut Choco Protein Bar. Toevoegen aan dagboek. En er staat dan ook nog zien, hoe kun je die 199 calorieën verbranden. Nou, door 65 minuten te lopen of 19 minuten hard te lopen. Ja, het is echt, ik ben helemaal enthousiast. En de macro's staan er ook bij. Dus hoeveel koolhydraten, eiwitten en vetten. Dat is de globale macro's natuurlijk. Dan weet je een beetje van, hey, daar kun je ook op klikken. En dan kun je zien, bij vetten bijvoorbeeld, vind ik altijd heel interessant om te kijken. Waar zitten die vetten? En dan ga ik even kijken, oh, er zit een hoop vet in avocado. Het zijn gezonde vetten, maar goed, er zijn veel vetten. Goed om bij te houden en goed om te kijken. Dat je ook een beetje een idee krijgt van wat zit er eigenlijk in mijn eten. Nou, dat was eigenlijk de app. Ja, ik ben super enthousiast over de app. En dat maakt mij ook zo enthousiast over het online coachen. Hoe eigenlijk kun je ons vinden? Stel nou dat je na deze video denkt van, ik ben helemaal overtuigd van het online coachen. Ik wil met jou samen mijn doelen bereiken. Ik heb daar ook heel veel zin in. Ga dan naar krachtpt.nl en dan zie je bovenaan een menubalk staan en daar staat gewoon online coaching. Ik zal ook even het linkje in de beschrijving zetten. En zo ook al onze social media kanalen. Vergeet ons niet te volgen. Het is allemaal Kracht Online Coaching en dan KR8. En volg ons op Instagram en Facebook. En natuurlijk join die Discord. Alle linkjes zet ik gewoon in de beschrijving. Ik kan niet wachten om alle doelen van jullie te lezen, om te horen wat jullie van plan zijn dit jaar. En ik kan niet wachten om jullie daarbij te helpen. Ik hoop dat jullie online coaching een kans geven. Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar het werkt zeker. Er zijn al wat mensen begonnen met het online coachen bij Nikki en Luno. Geen gamers though, maar ze zijn wel begonnen. En zij zijn echt al heel enthousiast. Ik sprak laatst één iemand ervan en die was al 5 kilo afgevallen in de eerste week. Nou, dat is echt bizar. Als jij in je hoofd zet van ik ga dit doel halen, dan kun je het gewoon halen. En daar wil ik jullie bij helpen. Dus ga over naar die krachtpt.nl en meld je aan. Dan zie ik jullie binnenkort in de Discord. Ik kan niet wachten. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!